Maar eigenlijk heet Marcel. Ik zal het verklappen. Hij komt uit Wageningen. Deze tentoonstelling is georganiseerd in het kader van het Powwow Festival. Dus we hebben samen met Powwow gewerkt. En ja, zijn werken, zoals jullie zien, zijn meestal collages. Hij reist overal ter wereld en hij haalt oude posters weg van verschillende, ja, van de muren natuurlijk. Daar hebben jullie ook een werk gemaakt met posters uit Afrikaanderwijk. Nou, hij, jullie zien heel vaak een Chanel logo of een Nike. Ja, met een knipoog naar de consumentenwereld natuurlijk. Maar ja, die jongeren hier, die, wij werken trouwens voor diegenen die hier ooit geweest zijn. Wij werken ook met jongeren en die jongeren zeiden ja, maar eigenlijk dit is ook reclame. Dus ik vond het wel een grappige benadering van de jongeren. En hij gebruikt dus ondanks die oude troep, zeg maar. Hij gebruikt ook nieuwe technologie, dus hij maakt gebruik van een laserapparaat. Die werken daar zijn gemaakt met behulp van een laserapparaat. En die zijn zijn favoriete, dit is zijn favoriete band, die Antwoord. Ja, misschien kennen jullie die Antwoord. Allebei zijn eigen kunstenaars en in hun clips wordt ook vaak gebruik gemaakt van street art. Dus, nou, dat is een beetje mijn verhaal, ja. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Ik zou zeggen, bekijk het in de pauze van dichtbij. Wie er mee wil doen aan het open podium, kan ze melden bij mij. En dan is het nu een kwartiertje pauze.